Oh, mijn armen doen, hè. Jezus. Wat een ding, man. Hé, hey, beter haal je hem even van die boom weg, man. Oké, let op. Nou, ik kan het proberen. Ja, gaat hij? Ik denk echt dat hij de bomen gaat, man. Nee. Hij gaat gaat hij dadelijk zo'n balkon op of zo? Nee, ja, ik zei het. Film maar. Nee, joh. Nee, hij gaat tegen dat gebouw aan. Oh nee, niet. Nee, joh. Zo, kan je dat ding gaan dan? Kijk hoe snel die gaat in. Een knetterlintje aan. Deze jonge heren hebben te vragen of ze willen aansteken. Hey, wil je deze aansteken? Ja. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Hier, steek maar aan, man. Kijk uit, wel afstandje bewaren. Waar zijn ze? Oh, rechtsonder, man. Daar zijn ze. Het is een shell dit, dus kijk uit. Hier, aansteken bij haar. Ja, kijk uit. Is een dummy. Ja, Roosje. Kijk, we gaan dan. Ben je? Ik zal eventjes 1 en 2 bellen. Oh. Nou, die zullen er heel blij mee zijn. Iemand anders die ligt dood te gaan, die kreeg genoeg. Ja, mensen, op dit moment is het een andere dag. Er waren te veel mensen op de locatie van daarnet. Dus we zijn weer op een andere locatie. Hier hebben we een mooie tas. En natuurlijk, wat we gisteren ook hadden, de cake. En iedereen zal denken dat het echt is, maar hij lag ook nog in de auto. Dus deze jonge heer die bij ons is, achter de camera, die wilde graag die cake hebben. Oh ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus eigenlijk was dat de reden waarom ik hem heb meegenomen. We gaan even kat 1 stoken. Nu is er namelijk helemaal niemand buiten. En de vorige keer waren er heel veel mensen buiten. Heel veel dieren ook. Mensen met honden. Kleinere kinderen die aan het spelen zijn. En dat willen we gewoon niet doen. Dus we gaan even verder stoken. Ik hou gelijk even wat eruit. Oh, er zitten heel veel losse dingen in. En jullie herkennen de locatie natuurlijk wel. We moesten natuurlijk weer op deze locatie. Omdat hier nu op dit moment ook niemand is. Het is ook wat later. Het is heerlijk weer. En als het lekker weer wordt, betekent dat natuurlijk niet dat Oud en Nieuw voorbij is. Want wij stoken gewoon door. Iedereen weet, we hebben al vanaf januari een video wekelijks. En we gaan gewoon door. Laten we even een knetterking doen, man. Ik zweer, die had ik nog niet... Die zijn echt lauw, man. Ja, man. Wat zou ik ermee doen? Die zit me verdeld tot dingetje. Ja, maar even rechtop zetten. Knetterkingje. Mekaki. Kikaat. Lachen, jongen. Ja, toch. Echt, in de zomer is het niet echt anders. Hè? Het klinkt niet anders in de zomer. Nee. Happiness, die is geen kat 1. Oud en nieuw over. Maar dat is geen kat 1, toch? Jawel. Deze wel, deze versie? Op. Ja. Sommige versies niet. Klopt. Oei. Blijf wel lachen, man. Zit echt kat erin? Het is zo'n soort mijn of zo, die ineens de lucht schiet. Ja, mag het hele jaar door. Het staat er ook nog op, hè? Hier. Let op, dit artikel mag het hele jaar door worden verkocht. Ja, hier moet je dit zien. Kijk hoe klein buisje erin zit. Ja, ik ga gelijk al wat anders halen. Niet normaal. Wat mooi, dit erop zo. Ik zou zeggen, steek hem aan. Even die kant op, zo. Ik zou zeggen, gooi hem even in de lucht. Kijk. Doe steek eens aan. Fantastisch. Kutlontjes, jongen. Hier vind ik bijna mijn klauw eraf. Hebben ze in je broekzak gezeten? Oei. Hey. Nou. Die vrouw kijkt ook niet om, dus dat is gewoon chill. Want die weet namelijk dat het kat 1 vuurwerk is. Oei. Die ging wel heel snel. Ja, maar die lontjes zijn ook zo... Ja, je ziet het niet, hè? Ja, dat komt dus doordat ze die korreltjes hebben weggehaald. Dat is echt kut. Zijn de boelen. Zijn op zich wel grappig, dit. Kijk, dat is wel het geinige effect, man. No lie. Je zit wel lekker. Oh, deze tomaat. Titanium in. Of hoe je dat ook zegt. Wil ik er eentje bij doen? Nee, dat doe ik niet. Cherry tomaat. Ja. Cherry tomaat. Zou je de boel aan? Wat een locatie. Kleine knallen toch harder, hè? Ja, man. En we hebben aardig ook wat knetterlintjes. Voor de jonge kerels. We hebben hier een mooie heksenkring gemaakt. Hij vindt het een mooi heksenkringetje. En ik ook wel. Dus we gaan even aansteken. Hier hebben we er nog meer. Ik vraag me eigenlijk af wat jullie eigenlijk met het mooie weer doen. Want wij stoken altijd met mooie weer. Wat doen jullie eigenlijk met mooie weer? Laat het even weten.
Ik ben super benieuwd. We gaan gelijk even een hekskindje aan doen. Wat een eer. Gelukkig nieuwjaar! Blijven lauw die dingen, jongen. Ja, man. Nou, ik zou zeggen... Happy Nestje. Die gooi je... eentje. Chez de boeletje, kijk. Boog. Chez de boel. Zo. Zo, aardig kracht die. Wat? Aardig kracht, man. We hebben nog andere leuke dingen. Ja, we zijn nog lang niet klaar. Je hebt niet voor de gein, geen kat één mee. Even een knetkingetje doen. Appel. Ben je er klaar voor? Yo. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hey, eerlijk, we hadden nu die wensballon moeten doen, hè? Stoken. Zo, deze heeft geen dinges, man. Als we zo meteen hiermee aankomen, gewoon bij een andere locatie, en ik loop gewoon met deze pot over straat. Heel van mijn. Nou, ik zit wel lekker hier eigenlijk. Mooi knetterlin bij de cake. Pas op. Zo, en even onder het. Als Tony King zou verboden zijn, mensen, dan gaan we kat 1 of steken overdag. Het oud en nieuw. Dan, zo. Zo, een heel zakje met lintjes. Zeg, ja, maar ik gewoon zeg, in één keer de fik. Met dit weer is het heerlijk om te stoken, man. Ik zweer, we hebben niet koud niks. Het altijd... lijkt net een paar dagen geleden alsof we hier nog stonden met de sneeuw. Het is altijd of boven 30 of het is min 20 als wij er buiten gaan. Dus, ja, echt hè? Tering. Zo, niet normaal. Binnenkort meer video's, mensen. Ook polen video's. Doe even dat hele ding tegelijk, joh. Mensen, wie heeft Louis gezien? Laat het weten en neem contact op. Kijk dat beest namelijk. Oh shit, shit, shit. Oh, lul dat je bent. Lachen. Dat staat op beeld. Gelukkig nieuwjaar. Nee, niet. Is goed bedoeld, hoor. Ik ben benieuwd. Dit was een mooi fonteintje, man. Uit de Aldi-collectie.
Yes, de volgende. Nou. Mooi Rolex. Daar hebben we het niet over. Knetterballen zijn belangrijk, hè? Oh. Hey, die gooien we heel dicht bij die cake, dadelijk gaat hij af. Nou. Morgen. Ik hoop dat er niks aan de hand is. Hop. Een echte stokert ben jij. Fosh. Die knalde lekker snel. Nog kijk, even. Kijk, als je zo kijkt, lijkt net als die cake rookt. Ja. Kijk. Check eentje, dit. Nog eentje. Lijkt net chill. Ik heb 5 minuten mee. Ja. Mooie fontein van de Aldi. Ik wist het. Kort bekrachtig. Na 5. We hebben bijna een heel pakje knetterlinten die we in één keer gaan doen. Wat fantastisch. Ja. Dus kijk maar even, man. Ja, goed voor het milieu. Ja, goed voor het milieu. Ja, we gooien het in de prullen ook. Kijk, als het dat het ervoor gemaakt is. Ja, we doen het altijd. Dit is voor 1,5 inch show. Ja. Lachen. Zeker die andere. Oké, dit wordt een heel bosje tegelijk. Kijk er wel uit voor kleine kereltjes. En doe dit absoluut niet thuis, nou. Echt super. Kijk uit, man. Oké, dit wordt een kereltje, hoor. Ja, dit is een kracht, hey, ik was dat dan. Oké, dat was een jongen hier. Heel pakje tegelijk. Moet kunnen. Rookpluimpjes blijven aardig liggen. Gelukkig nieuwjaar, jongen. Alles weg. Er zitten ook geen papiertjes meer. Nee. Anders hadden we die in de prullenbak gegooid. Mooi vriendelijk ook. Daar, oh, in dat gaatje daar zo, al dan gepleurd. Steek me gelijk even aan. Holy ganzen. Ja, alle knetterlinten. Gelukkig nieuwjaar. Ja mensen, dat was alweer de video van vandaag. De ene keer hebben we natuurlijk een ziekere stooksessie dan een andere keer. Nu hebben we kat 1 voor jullie in de woonwijk. Ik hoop dat jullie het een zieke video vonden. Jullie hebben nog wat te goed van ons, namelijk een heksenkring. En dat neem ik jullie nu naar mee naartoe. Let's go. Deze hebben jullie nog te goed van ons. Mooie heksenkring. Eigenlijk de regenboogheksenkring. Ja. Hoppakee, fik je er weer in. Nou, ik zou zeggen, gaat uw gang. Ja, zeker? Yo. Eentje ging recht op jou afgeven. Ja, maar ging zo achter mij. Nee, joh. Ik voel hem. Levensgevaarlijk de katten, joh. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat sowieso even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En zo naar iedereen die nog steeds de video's kijkt. Volgende video, elke zondag 12 uur later.